zijn hier in de zogenaamde bezinningsruimte. In deze ruimte kunnen kinderen en volwassenen even eens nadenken over wat er allemaal gebeurd is hier zo in het kamp. De namen van de 750 doden, eigenlijk de vermoorde gevangenen. Ja, die hebben hier een muur en het is ja, heel erg indrukwekkend, zeggen de meeste kinderen. Wist je, als je naar boven kijkt, die gevangenen ook kunnen zien in deze luchtballon? De oude gevangenen zijn inmiddels gebleven, zeggen dat de dode gevangenen vanuit de hemel naar beneden kunnen kijken. Annemiek, zeg maar wat. Ja. Ik ben Zoe, ik ben 11 jaar en ik heb op een briefje geschreven alles dat je hier hebt gezien en gevoeld, dat kan je niet op dit briefje omschrijven. Dankjewel. Ik ben Niels, ik heb op dat briefje geschreven I love the vrede voor altijd. En ja, dat heb ik gewoon geschreven. Wat je hier ziet, dat zijn de originele wasbakken. Dit is de wasruimte. Eens per 10 dagen kregen de gevangenen hier een douche. Ze hadden met 240 gevangenen hadden ze maar een half uur de tijd om te verwassen en hun kleding te wassen. Ze hadden geen reservekleding, dus dat was gewoon kleren uitwassen en weer aan. Dit is de verblijfsruimte van de 240 gevangenen die in één zo'n barak zitten. Er zijn 32 barakken. Op kamp 5, waar in totaal 15.000 gevangenen zitten en moeten verblijven. In deze ruimte aten ze met elkaar. Het eten dat ze werd hier uitgedeeld ook. En er werd niet alleen gegeten, er werd ook gehandeld hier. Stiekem onder de tafel, dingen zaten in het eten verborgen. En er werd hier ook toneel gespeeld, muziek gemaakt. Dus eigenlijk alles om het kampleven een beetje draaglijker te maken. Even verder lopen, dan zie je trouwens hier de kachel. En dat kacheltje, dat was de enige kachel die in de barak was. Daar konden de gevangenen eten op warm maken. En hunzelf een beetje warm maken. Als we verder lopen, zien we hier de barakken. Of de barakken. Verder lopen in het barak, dan zien we de slaapzaal. Pardon? In deze stapelbedden sliepen 240 gevangenen. Je hoopte als je hier binnenkwam dat je de bovenste had. Waarom? Omdat als je diarree hebt en als je goed kijkt hieronder dat latte bodempje ziet en bedenkt dat dit een matrasje is met een beetje stro ertussen, dan wil je niet helemaal onderaan liggen. Veel gevangenen hadden namelijk last van die diarree en het zijpelde zo hier door, het is een vies idee, zo hier op jouw matrasje hier zou liggen. En bij de onderste, dan is het natuurlijk helemaal, dus je hebt veel last van elkaar. En dat was ook eigenlijk het hele erge van hier slapen. Als het heel druk was, als er meer dan 15.000 gevangenen in het kamp aanwezig waren, dan moesten ze soms zelfs met z'n tweeën op deze krappe meter slapen. Nou, dat was natuurlijk echt niet te doen. Er waren heel veel luizen, er was dysenterie, van alles tyfus. Dus het was een behoorlijke beproeving om hier te leven. Hier kwam ik binnen in het laboratorium. Terwijl kamp 5 geen gaskamers had en ook niet aan massaverbrandingen deed, ging de video natuurlijk wel door. Die werden verbrand en dit ging het over. Dit is een van de ovens waar de mensen werden verbrand en het luikje hieronder moesten de gevangenen en meestal misdadigers de as van de medegevangenen eruit halen. Het lijk kwam hier op te liggen en werd in de ovens gegooid die gestookt worden op kolen, waardoor het heel lang duurde totdat het lijk werd verbrand.
geschreven. Een onbekende die dit aan het hek van het kamp Vught, van het monument, heeft vastgemaakt. En het is eigenlijk naar aanleiding van deze stenen. Dus als je goed kijkt op deze stenen, zie je de grote zwarte vlekken. Die zwarte vlekken zijn gemaakt met teer. Iemand heeft deze Joodse grafstenen eigenlijk beklad. En nu zijn ze eigenlijk, ze hebben eigenlijk iemand beledigd. Iemand die al dood is en toch nog leeft hier zo in de harten van de andere mensen. Die hebben ze eigenlijk diep beledigd door dit te doen. Dus het is eigenlijk best wel gevaarlijk. Nog steeds zijn er mensen die het eens zijn met Hitler's ideeën over kampen, over Joden, over... Eigenlijk als je goed nadenkt is het wel een beetje niet meer erg dan in deze wereld waar eigenlijk iedereen de vrijheid heeft, waar vele mensen zo lang naar verlangd hebben in de Tweede Wereldoorlog. Dat in die vrijheid andere mensen toch die vrijheid weer afstand nemen door Hitler's ideeën te steunen. Ik kan je bijna niet voorstellen dat over het pad waar wij nu lopen, die richting de Fusilladeplaats gaat, je kunt je bijna niet voorstellen dat hier soms mannen of vrouwen liepen, 19 of zo, of 20, en dat ze dan wisten dat ze op weg waren om eigenlijk vermoord te worden, om doodgeschoten te worden, om de politieke ideeën die ze hadden, omdat ze niet in Hitler geloofden, maar bijvoorbeeld in het communisme of in het in de democratie, zoals wij die nu kennen. Of omdat ze homoseksueel zijn, zigeuner. Of omdat ze een andere geloofsovertuiging hadden, omdat ze Joods waren, bijvoorbeeld. Het is nog steeds een beetje moeilijk te bevatten dat die mensen hier hebben gelopen. En dat wij nu ook op weg zijn naar de plaats waar die mensen vermoord zijn.